Goedenavond. Voor de derde dag is de koers van de Amerikaanse dollar gedaald. Op de wisselmarkt van Amsterdam was de dollar aan het eind van de middag 4 cent minder waard dan gisteren. Afgelopen maandag kwam er voor het eerst een eind aan de wekenlange stijging van de dollarkoers. Die verandering is gebaseerd op de verwachting dat de rente in de Verenigde Staten voorlopig niet verder zal stijgen. De banken kopen op het ogenblik dollars in voor 2,94. Ze verkopen dollars voor 3,2. Op de wisselmarkt van Frankfurt daalde de dollar met 3 pfennig in waarde. Daardoor is de koers terug op het niveau van 3 weken geleden. De organisatie Consumentencontact zegt dat de benzineprijs omlaag kan nu de dollarkoers alweer een tijdje aan het dalen is. Morgenochtend al zou de benzine 2 tot 3 cent goedkoper moeten zijn, vindt Consumentencontact. De organisatie beschuldigt de oliemaatschappijen ervan dat er hoe dan ook te veel moet worden betaald voor de benzine. Consumentencontact heeft uitgerekend dat de benzineprijs in de Bondsrepubliek Duitsland gemiddeld 5 tot 15 cent lager is. In Nederland is de benzine bij witte pompen zo'n 7 cent goedkoper. De Colombiaanse schrijver en Nobelprijswinnaar García Márquez krijgt geen visum voor de Verenigde Staten. Dat staat in een brief van de Colombiaanse president Betancourt aan de Universiteit van Kansas. Betancourt, die een vriend van Márquez is, schrijft dat de Amerikaanse ambassade in zijn land weigert een visum af te geven. Gabriel García Márquez, die wereldberoemd is geworden met zijn boek 100 jaar eenzaamheid, was door de Universiteit van Kansas uitgenodigd voor een conferentie ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Simón Bolívar. Maar zonder visum mag hij de Verenigde Staten niet in. Sport. De atleet Rob Druppers uit Utrecht is er vanavond in Arnhem in geslaagd het Nederlands record hardlopen over 1000 meter te verbeteren. Hij liep die ene kilometer in een tijd van 2 minuten en 17, 2/10 seconden. Daarmee verbeterde hij het oude record van Evert Hoving uit Emmen met 2/1/10 seconden. Rob Druppers deed vanavond zijn recordpoging op de kunststofbaan van het Nationaal Atletiek Centrum Papendal in Arnhem. Samen met Druppers verschenen ook enkele collega-atleten aan de start. Ze liepen mee als zogenoemde hazen. Onder hen de Britse atleet Ian Grant, die 600 meter gangmaker voor Druppers was. Er was nogal wat belangstelling voor zijn recordpoging. Hier gaat hij op de finish af. De 1000 meter, dat is een nogal incoherente afstand in de atletieke wereld, liep hij dus in een tijd van 2 minuten en 17, 2/10 seconden. Het wereldrecord op die afstand staat op naam van de Britse Sebastian Coe met 2 minuten 12, 1800ste seconde. Het nieuwsoverzicht. 1982 was in ons land een toeristisch topjaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Nationaal Bureau voor Toerisme. De groei sloeg met name op toerisme in eigen land. Steeds minder mensen gaan in het buitenland op vakantie, omdat ze er het geld niet voor hebben. Maar er wordt toch ook een einde aan die binnenlandse groei verwacht. In eigen land namen het afgelopen jaar de tent en de caravan in populariteit toe. De belangstelling voor zomerhuisjes en bungalows nam wat af. Het veranderen van de erfelijkheid van bacteriën of cellen is aanvaardbaar. De risico's van dergelijk wetenschappelijk onderzoek zijn bij voldoende controle in de laboratoria niet erg groot. Dat zegt een adviescommissie van de regering in een vandaag verschenen rapport. Recombinant DNA heet het onderzoek waarbij de erfelijke eigenschappen van bijvoorbeeld planten zodanig worden veranderd dat ze niet meer gevoelig zijn voor bepaalde ziekten. Tegenstanders zijn nogal bang voor dit wat zij noemen knutselen met erfelijkheid. De commissie vindt dat het onderzoek moet verder gaan. De Franse paratroepen in Tsjaad hebben hun verdedigingslinie, die ze daar de afgelopen dagen hebben opgezet, verder naar het noorden doorgetrokken. Die linie loopt nu van Salal naar Arada. Nog verder naar het noorden zitten de door Libië gesteunde rebellen. Die zouden de gevechtspauze van het moment gebruiken om hun troepen te versterken. Nog steeds vertrekken er uit Frankrijk troepen naar Tsjaad. In dat land zitten nu al meer dan 1000 Fransen officieel als adviseur. Ze hebben opdracht het Tsjadische leger te leren om te gaan met het moderne materieel dat Parijs beschikbaar heeft gesteld. Het Franse dagblad Le Monde haalde vandaag de verwachting van militaire bronnen aan dat er aan het eind van de week 2000 Fransen in Tsjaad kunnen zijn. Op dit moment zitten de Franse militairen er op 5 punten.
De weerswachting van het KNMI geldt tot morgenavond. Eerst nog veel bewolking en plaatselijk nog wat regen of motregen. Vannacht enkele mistbanken. Morgen overdag van het zuidwesten uit perioden met zon. Middagtemperatuur omstreeks 24 graden. Minimumtemperatuur rond de 15. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuidoost. Op de Wadden eerst nog noordoostelijk. De vooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag. Eerst warm en een kans op onweer. In het weekende lagere temperatuur en mogelijk nog een bui. Einde van dit bulletin. Goedenavond.